Dag dames en heren, ik heb een nieuwe grasmaaier. Maar niet deze, deze. Enig verschil is, die grote die is ook op accu en de accu zou kapot zijn. Nou denk ik dat dit hetzelfde geval is als met die accu van Jeroen zijn accuboormachine. Dat het voltage gewoon te laag is gekomen en dat hij daardoor eigenlijk niet meer doet. Dus daar gaan we gewoon even kijken. Ik heb hem nog niet gemeten, dus dat gaan we eerst doen. Dit zijn de accu's trouwens, 40 volt. Staat er volgens mij ook op. 40 volt max lithium. Dat wil zeggen dat hij nominaal op 36 volt zit. Maar ik denk dat hij gewoon zwaar eronder zit. Maar dat gaan we zien. Eentje geeft aan dat hij op 0,5 volt zit. En de ander geeft ook aan dat hij op 0,5 volt zit. Lichte correctie, 5 volt. Dat zou die andere dus ook zijn. Nou, dat is te weinig. Om te draaien. Wat er dan gebeurt is, de accu die herkent het dan eigenlijk ook niet meer en die gaat dan ook niet laden. Als ik hem nu aan de lader zet, dan zal die lader ook zeggen dat de accu vol zit of dat er niks aan hangt. Want hij herkent hem gewoon niet boven een of onder een bepaald voltage. Dus wat we nu eigenlijk moeten doen is de losse cellen even meten, kijken of ze nog wel goed zijn. Ik denk het haast niet, maar ik kan hem wel even goed porren, zeg maar. Er zitten twee accu's in. Dit is eentje, 40 volt staat erop. Maximaal wel dan natuurlijk. En nummer 2. Het is gewoon dezelfde, maar dan een tweede. Ja, dan gaan we kijken of ik hem kan maken. Ik neem jullie heel even mee naar de tafel hier zo. Dan gaan we kijken wat erop doet en waarom die inderdaad het niet doet in ieder geval. Deze even aan de kant. De totale voltage zit op 5,49 volt. Dus dat wil zeggen dat de cellen, er zitten er 10 in denk ik. Of 20, 10 in serie en 10 parallel. Twee parallel dan. Ik weet niet of jullie het kunnen zien. Ja, rond de 6 volt per stuk zitten ze dan waarschijnlijk. Altijd even kijken of er geen gekke dingen te zien zijn. Ook niet. Dus wat ik denk. Ik denk dat de BMS niet tijdig heeft gezegd dat hij moest stoppen met ontladen. En daardoor krijgen ze dus inderdaad gewoon ja, een te laag voltage. Vervolgens wil je maar je oplader doen. En dan ziet je oplader hem niet. Waardoor je dus inderdaad niet kan opladen. Dus wat we nu moeten doen is 40 volt direct op de plus en de min zetten. En dat geeft een soort van jumpstart, zodat hij weer rond het 40 volt zal zitten. Daarna kan hij gewoon door met laden. En dan zullen we daarna die openzetten. En dan gaan we kijken of dat precies hetzelfde probleem is. Dit is de acculader. Ik heb al getest dat hij het niet doet. Normaal gesproken zet je maar hier erop. En dan zou die moeten gaan laden. Het enige wat hij doet is de lampjes aanschrijven. Hij geeft nu niks aan. Dat zie ik hier. Dat hij moet laden, maar dat doet hij dus niet. Juist. Ik probeer nu te lezen of ik ergens zie staan dat er 40 volt uitkomt. Want als je hem normaal erop zet, dan zou hij eerst zeggen dat het niet kan. Maar
Ik heb eindelijk gevonden waar de 40 volt sowieso uitkomt. Want natuurlijk, hij moet eerst 40 volt produceren. Dan zit hij achter een soort van slotje. En als dat slotje niet open gaat, dan gaat hij ook natuurlijk niks naar de BMS geven. Dus ik heb nu voor dat slotje heb ik de 40 volt gevonden. Daar zet ik even twee draadjes aan. Eerst natuurlijk het stroom eraf. En vervolgens zet ik die draadjes meteen aan de accu. En dat laat ik dan eventjes een half uurtje tot een uurtje opladen. En daarna ga ik even testen of hij hem gelijk via de oplader pakt. Ik pak even twee snoertjes erbij. Die zet ik sowieso uit, zodat ik dadelijk een optetje krijg. Dat is Uno. En dat is Duo. Oké, op hoop van zegen. Ik hoop niet dat alles ontploft. So far, so good. Nou, er zit nu gewoon por op. Dus ik hoop dat deze het redt. Hij klimt langzaam omhoog. Ik hoop dat jullie het kunnen zien. Ik laat dit nu zo voor een half uurtje eventjes zijn ding doen. En dan, dan denk ik dat hij zo meteen na een half uurtje toch wel rond 30 volt. Ja, ik denk dat hij 36 minimaal moet zijn. Maar dat zien we zo. Ik laat het eerst zo even koeken bakken. En dan komen we zo terug. Daar was ik weer. Hij zit nu op de 30,2 volt. 30,3. Dus hij moet nog wel even een eentje doorladen. Ik had eigenlijk verwacht dat het wel wat sneller zou gebeuren. Maar ik laat hem gewoon even volladen tot aan 40 volt. En dat doe ik ook met die andere. En vervolgens zet ik ze gewoon nog even aan de normale lader. Zodat ik zeker weet dat ze echt gewoon vol zit. En daarna kan ik het uitproberen. Maar nu heb ik de tafel eigenlijk nodig om te gaan barbecuen. Dus dan zou ik toch eerst moeten gaan opruimen. Ik heb ze allemaal even naar een andere tafel toe verschoven. Ik heb eentje nu zover dat hij al een minimaal lampje afgeeft. Dus die kan je sowieso gewoon onder de lader zetten. En de andere die zit er nu ook aan. Dus die begint nu naar vanaf zijn 20 volt. En die andere zit nu op zo'n 34 volt. En je kan zien dat hij nu wel gewoon oplaadt. Door het flikkerende lampje. Dus ik laat deze nu gewoon even een paar uurtjes staan. En dan zien we, denk ik, met een paar dagen heb ik ze allebei bij de aan de oplader gehad en dan zien we verder. De tweede zit nou ook op 32, zeg maar 33 volt. Zo. Dus die haal ik er ook vanaf en dan check ik gelijk of ze even op de normale lader gaan. Oké, het moment van de waarheid. Deze die geeft een groen lampje en deze ook. Dus dat wil zeggen dat die gewoon op zijn minimale voltage nu zit. Die rood lampje brandt ook, dus dat zou moeten betekenen dat hij nu aan het laden is. Nu is het best wel laat geworden, dus ik zet deze nu niet meer aan de lader. Ik wacht tot een volgende dag nog. En daarna dan kan ik hem uitproberen, dus we gaan het zien. Oké, het moment van de waarheid is aangebroken. Ze hebben allebei nou opgeladen aan de lader, want na die, wat had ik ze, de een op 34 volt en de andere op 33 volt of zo gezet. En daarna pikte de lader het gewoon op. Ik zal ze gelijk even meten op hoeveel volt ze nu staan.
Even kijken. Deze staat nog op 41,8. Nou, dat is echt gewoon vol. En deze staat op 41,9. Dus het is ook gewoon echt vol vol. Dan zitten er twee van die vakken in deze grasmaaier. Ik denk dat ze er allebei tegelijkertijd in moeten. Zo. Oh. Ja. Nou, dan moet je wel aan. Zo. Oké. Ik weet eigenlijk niet hoe die werkt, maar... Voor mij moet die zo. Hoi, yo. Holy shit. Oké dan. Nou ja, goed, dan gaan we wel even proberen. Wat een beest zeg. Ik denk dat die daar nog best wel hoog staat. Hoe laag zou ik hem zetten? Zoiets? En er zit ook een zelftrekkende functie op. Hoe ga je hier relaxen en je gras mee maaien? Zo, nou die is dus gerepareerd. Dit ding kost normaal gesproken €480. En omdat die accu's dus defect waren, was die afgeschreven als zijnde kapot. Dus ja, dat is natuurlijk zonde. Want zoals je ziet, een middagje verder en ja, hij doet het gewoon. Het enige wat nu nog af te vragen is of die accu weer onder de zijn nominale voltage duikt, waardoor de lader het niet ziet. Maar ik denk dat dat niet zo snel zal gebeuren. Dus ik heb een mooie accu-grasmaaier ter waarde van €480 voor eigenlijk bijna niks. Dus dat was hem. Dit was weer voor vandaag. Mochten jullie nog andere filmpjes willen zien, dan kun je zo meteen op een filmpje klikken. En druk anders even op abonneren. Of vind ik leuk, dat is ook wel goed. En dan zie ik jullie de volgende keer weer.